Jongens, we zijn dus onderweg, althans, als het goed is, zijn we er al. Hallo, hallo. Hoi. Maar jij... nu eerst gaan we nog iemand ophalen. Ja, we gaan ophalen. Nee, dat moet ik nog niet weten. Oh, sorry. Ja, we gaan iemand ophalen. Niet al maar. Hey, leuk dat je even mee... Wow, wat voor teringzieke auto rijdt er achter ons. Yo! Holy shit. Wacht, ik stop bij hem. Weet je waar ik heen moet? Want anders dan... Ja, ga maar naar rechts. Oké. Geen idee waar ik naartoe aan het rijden ben trouwens. Ik heb ook geen idee. Ah, oké. Nee, ik ben serieus. Ik heb geen idee. Hey, maar wat leuk dat jij ook even in de video zit vandaag. Want de video die gaat natuurlijk om dat... Ja. 10 jaar doe je dit al. En nog steeds niks. Ook rechts of links? Kut. Links. Je had links moeten. Ja. Ja. Dat kan niet meer, jongens. Ben je aan het filmen? Ik ben aan het filmen. Oh, hoor. Dus welkom hier. Weet je wat we gaan doen, Kane? Ik heb echt geen idee. Niemand weet wat we gaan doen. Oh, nee, ja, klopt. Ik heb alles geheim gehouden. Maar hoe is het met Kane? Goed. Nee. Vlog nee. Even. Hoe kan dat goed met jou zijn? Het is gelijk net zoals vroeger, hè? Een beetje belachelijk maken, Micha die aan het filmen is. Ik heb je allemaal gehaald. Ik heb een Red Bulletje met een wafeltje en een chocoladebroodje. Eet je die met of zonder verpakking? Die eet ik met. Ja, oké. Zonder zo'n medekarte. Ja, klopt. Daar heb je hem. De enige echte. Goedemorgen. Zo. Hey, ben jij een alcoholist? Nee, ik ben een levensgenieter. Oh, gordels. Nou jongens, Sam is... hij maakt hem ook echt open. Hij gaat drinken, het is 10:30 ochtend. Nee joh, nee, gezellig. Welkom. De losergroep is compleet. Ja, inderdaad. Is die wel overgezet? Nee, Sam is... Micha. Wat is er? Kut. Niks. Rij gewoon. Wat is er gebeurd? Hij heeft zijn telefoon laten vallen, maar pakt hem zo weer. Heeft hij bier laten vallen? Nee, de biertje van hem. Oh, ruik ik bier. Ja. Laat ze aan de camera zien anders. Ik zie het niet eens. Nee, goed zo. Hou het. Is de auto van je ouders toch niet? Ja, ja. Oh, nee. Wat is er met de auto? Waarom raak ik bier? Nou, er is dus een reden dat ik jullie mee heb genomen naar deze plek. Nee, ik heb ooit in een video van mij, heb ik ooit een belofte gedaan. Die ben ik nooit nagekomen. Dus het is wel netjes als ik dat een keer doe. Maar als nou dat kutstoplicht even op groen gaat... Hij staat daar 10 seconden op rood vast. En als we nu nog één ding doen, dat is de 1000 abonnees halen. Dan hebben we helemaal gewonnen, want dan ga ik persoonlijk naar Milan Knol om zijn nieuwe diss track af te spelen voor zijn huis. Oké, dus Micha was 13, maakt een diss track over Milan. Reageert erop in een van zijn video's. Maak nog een diss track of een game neer. Reageert erin op een van zijn video's. En gewoon 6-7 jaar later staat Micha voor zijn huis. Is dit niet zeg maar een soort van problematisch? De hele reden dat ik hier ben, is omdat ik dus de belofte ooit heb gemaakt om mijn diss track voor zijn huis af te spelen. Nee, gaan we... nee, dat ga je echt niet doen. Micha, ik hoor je helemaal beneden. Mom. Je moet echt stoppen met die diss tracks maken over Milan. Mom. Laat de jongen ook eens zijn leven leiden. Mom, hij is de enige waarvan ik views krijg. Ik moest mijn beloftes nakomen. Dus helemaal niks. Dus laat me alsjeblieft deze tot in Milan mij hier ook kent. Dus ik blijf rappen over Milan tot ik dood ben. En ik blijf dissen ook al is Milan hier no trend. En Milan out of content, er is niemand die hem meer kent. Laat me praten tot die Milan mij hier ook kent. Ik blijf rappen over Milan tot ik dood ben. En ik blijf dissen, ook al is Milan hier no trend. Milan out of content en niemand die hem meer kent. De dagelijks. Van het feit, stel hij kijkt uit zijn raam en hij hoort dit, dat hij het ook herkent. Die Mogol is geboren in Groningen. En daarna kwam zijn broertje, die het beter doet op YouTube, maar dan zonder hoe. Dan ga ik over school, maar ik zat op kader. Ik heb geen idee meer hoe de tekst had. Ik hoorde zijn auto opstarten, dus... Ik hoorde zijn auto ook opstarten. Hij duurt nog 1,5 minuut, jongens. Nee, we moeten nog harder zijn. Je moet echt hard zijn. Want ze was je vader. Ik toch niet maken. En zo komt zijn deur uit. Het eerste dat hij hoort is dit. Ja, lopen daar allemaal kinderen ook. Ja, Niel, dat zou jij maar hebben, hè? Allemaal fans voor je huis. Zou helemaal gek worden. Fucking irritant. Zou helemaal gek worden. Dat is Enzo. Ik ben kaarsporter, jongens. Ik zag hem achter het stuur, was hem sowieso, had ook zijn pet af te volgen. Ja, dat sowieso, weet ik. En die Meiron die zat echt zo... Die Meiron zat echt naar ons te kijken, ja. Ja, we zijn net weg zien rijden. Hier, dat is Pascal. Tankstation ergens. Holy shit, die moet wel van Milan Knol zijn. Wat zou hij nou nog doen eigenlijk? Streamen, zo lang afbetaald. Zou hij live zijn, jongens? Ik ga kijken. Schin. Als die live is, kunnen we aanbellen en weg en dan zien we vast een live weglopen. Is er de sleutel voor geen auto? Ik heb ook mijn rijbewijs niet. Maar je kan wel rijden? Ja, zeker. Doe gewoon. Het is wel fucking grappig. Schil. Hé, laten we even doorgaan. Goeiedag weer. Ik heb trouwens ook gewoon gedronken. Ah.
Hij is ook zo irrelevant en dan komen we nu naar het huis. Hier reed Enzo net, hè? We rijden nu achter hem aan. We gaan hem van de weg afdrukken. We volgen hem. Ik weet waar we heen gaan. Car wash, we gaan de auto wassen. Ik ga even tanken. Moet ik daarvoor filmen? Nee, je gaat hier naar links. Je gaat toch niet op weg tanken? Je gaat hier parkeren gewoon. Ik wil net zeggen. Waar gaan we heen? Heeft je iets afgesproken op de parkeerplaats? Van een drugsdeal? Is dit het verlaten gebouw? Nee, dit is niet verlaten. Nee. Wat? Ik ken niemand in je gebouw. What the fuck? Wat de fuck? Je stond weer in. Ja, woont hier. Waarom ben jij hier? Wat doe je hier? Wat doe je hier? Ik weet niet, het is hem. Bij ons is nooit verteld wat we vandaag gaan doen, dus... Oh, je weet niet wat jullie vandaag gaan doen? Nee, we zijn net ook al bij het huis van Milan Knol geweest. Het voelt echt als een microfoon aan het worden. Vandaag bij een kipbroodje. Hoe mokerstijl is het hier? Waarom ligt dat ding op de auto? Oh, wat doe je? Nu is die span timer weer. What the fuck is Stijn mee? Kan ik je daar weer uit? Beter wel. Nee, kan niet. Yo gamers van Neblo 09. Yo gamers. Neblo hier. Weet je hoe het is om uit het raam te gegooid te worden? Oh, gordel om. Hybride systeem gestopt. Nee, liften. Over 10 minuten staan we zo. Oké, doe het. Jammer. Oké. Jammer. Heel erg bent van de telefoon. Ja, dat is wel. Maar wacht, is dit Doel, Micha? Welkom in Doel. Is dit Doel? De stad waar ik mijn eerste video heb opgenomen. Doel. Yo mensen, top. Een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ga ik er gewoon opzetten? Ja. Tot het kookt of zo. Tot die gaskan ontploft. Ja, dan gaat het ook. Zo jongens, ik denk dat ze wel warm zijn. Maar nog een klakworst. Zullen we wel eens even naar de Mac? Ja, is goed. Oprecht.